schepjes. Nee, twee volwassen vrouwen met schepjes. Maar ik kom nou. Nee, maar er was een man bij. Nee, oh nee, we gaan niet op Otto wachten. Nee, wij doen het zonder man. Kom, kom, kom. Probeer je te herinneren hoe het gesprek ging. Ja, nee, wat er aan het gesprek vooraf ging. Ja, ja. Wat heb ik gezegd waardoor mama die hartaanval kreeg? Want ik herinner me dat ze in het begin van de middag heel vriendelijk was. Huh? Zullen we daar maar beginnen? Ja, hoor. Zit je goed? Ja, hoor. Ja, hoor. Is het uitzicht naar je zin? Ja, hoor. Hoe is het met Bob? Oh, die is heel blij met zijn nieuwe baan. Ja, nou, dan moet ik er ook maar blij mee zijn. Oh, hij reist de hele wereld af en maar vergaderen. Mis je hem niet? Nou, maar hij belt bijna iedere avond. Ja, en dan praten we een half uur of een uur. Nee, we hebben nou echt een telefoonhuwelijk. Ik heb hem al bijna 2 jaar niet gezien. Altijd als ik bij jullie kom, is hij weg. En jij komt bij mij altijd alleen. Nou ja, laat ik maar niet klagen. Als jullie het maar naar je zin hebt. Hey, ik kan er toch ook niks aan doen? Hoe is het met Jurgen? Oh, die is een beetje verkouden de laatste tijd. Ah, daar moet je mee uitkijken, hoor. Hoe oud is die nou? Volgende maand wordt hij 5. Ja, nee, maar ik ben met hem bij de dokter geweest en die zei dat het een normale verkoudheid was en dat het wel over zou gaan. Ja, maar hij heeft het vaker. Ja, maar ik maak me geen zorgen. Ja, Ingrid, ja hoor, als moeder. Dat heb ik ook altijd gedaan. Als moeder moet je je altijd zorgen maken. Je moet niet overdrijven. Ingrid, ik ben bang dat jij Jurgen een beetje verwaarloost, hè? En dan moet je mee uitkijken, want kinderen is het kostbaarste wat je hebt. En 5 is zo'n gevoelige leeftijd. Ik verwaarloos ze helemaal niet. Dat kan, kan, kan. Waarschuw je alleen maar. Ja, ik heb jouw raad niet nodig. Oh, dankjewel, hoor. Dankjewel. Geef je iemand van wie je houdt goede raad, krijg je stank voor dank. Je wordt bedankt. Je moet je niet overal mee bemoeien. Want ik doe het toch uit liefde? Ik hou toch van je, dat weet je toch? Ja, en ik hou niet van jou. Zeg je het weer? Ik heb je gezegd dat je dat niet zeggen moet. Want ik hou niet van je. Doe schijn nou uit. Ik zeg toch niet wat ik niet zeggen wil. Ik moet niet proberen te forceren. Ik hou niet van je en ik heb nooit van je gehouden. Dat is niet waar. Het is niet waar. Ik heb er alles aan gedaan. En weet je waarom ik niet van jou? Nee, dat weet ik niet. En dat wil ik niet weten ook. En nou zeg jij het, Sylvia. Nou, vooruit. Kom op. Ik weet het niet. Ik weet het niet. God, het gaat toch helemaal niet om mij? We zitten in jouw scène. Het gaat om jou. Nee, het gaat om ons beiden. Maar jij verzwijgt iets. Ik wil er niet over praten. Het is voorbij. Oh, dat is goed. Als jij er niet over wilt praten, dan hou ik ook verder mijn mond dicht. En dan gaan we allebei onze eigen weg. Dan is het hiermee afgelopen. Zeg, het zal me toch niet gebeuren dat ik alles vertel en dat jij iets verzwijgt? Ik ga door een dal. Nee, maar jij blijft hier vrolijk op een duintop zitten toekijken. Geen sprake van. Een duintop? Jouw moeder zat op een duintop. Niet ik. Moet de dingen niet door elkaar halen. God, schei uit met die verwijtende toon. Ik heb een verwijtende toon? Ja. Wat weet je wel wat je daar zegt? Schei nou uit. Otto kan ons horen. Ja, wat kan me dat nou schelen wie ons kan horen? Ik heb geen zin om lang een verstoppertje te spelen. En Otto kan ons horen. Dacht je dat ik niet al lang wist dat hij ons constant zat af te luisteren? Kom nou. Jij wilt wonden openrijten. Dat doe ik niet aan mee. Zet het afschuwelijke ding af. Ik vind het een rotstreek van jou om dingen voor mij te verzwijgen. Ja, ja. Doen alsof we goede vriendinnen zijn, hè? En dan van de ander eisen dat hij open en eerlijk is. En alles vertelt.
en dan zelf niks zeggen? Ik ben iemand op het spoor, Ingrid. Het gaat buiten de spoorwegen om. Het heeft waarschijnlijk met drugsmokkel te maken. Er is een elektriciteitsaftakking van de spoorbomen naar een huis in de verte. En vanuit dat huis worden de spoorbomen bediend. Ik ben er nog niet helemaal achter, maar waarschijnlijk worden die bomen alleen maar gebruikt als signaal, weet je wel. Idioot om daar spoorbomen voor te gebruiken. Oh, zeg, er gebeuren nog veel vreemdere dingen. Daar kan ik jou staaltjes van vertellen. Ai. Ze gaan steeds vaker. Thee? Ja, graag. Ik heb er nog nooit met iemand over gepraat. Moet je vooral zo houden. Blijf jij jezelf maar opofferen. De heilige Sylvia van de ongelukkige dochters. Nou, wat mij betreft is het voorbij. Zo had jij eens tegen je eigen moeder moeten praten. Niet tegen mij. Bij mijn eigen moeder wist ik tenminste waar ik aan toe was. Maar jij zuigt iemand uit en dan geef je niks terug. God, zeg, daar kan ik misschien net zo goed heel kort over zijn. Ik ben 20 jaar getrouwd geweest. Van mijn 20ste tot mijn 40ste. En uit het huwelijk heb ik een dochter die absoluut niet van mij gehouden heeft. Die me niet wil zien, die me niet wil spreken en die ik op mijn beurt uit mijn leven gebannen heb. Punt uit. Tevreden? Spannend, hè? Hoe kan jij een dochter voor mij verbergen en wegmoffelen? Nee, hoe kan je dat? God, we waren zo blij met haar. Maar zij niet met jullie? Nee, ik bestond niet voor haar. Zou ze dan wel een reden voor gehad hebben? Oh, denk je dat? Oh. Nou, je weet niet wat je zegt. Je hebt niet meegemaakt dat je om 12 uur aan de kleuterschool staat. De eerste dag dat ze er naartoe is. Dan sta je tussen al die andere moeders dat die deuren open gaan, die kleuters naar buiten komen stormen. Dat je eigen kind je niet zoekt. Zo, langs je heen rent naar een andere moeder toe. Je denkt, ze ziet me niet. Je zegt, je roept, Ellie, kom eens bij mama. Ze komt niet. Je gaat er naartoe, je pakt een beet. Begint ze me te huilen. Ze had van de vrijheid genoten. En die was na 1 ochtend alweer voorbij. Thuis keek ze me nooit echt aan. Ik hield me in, ik wou er geen punt van maken. Maar het begon andere mensen ook op te vallen. Halverwege de lagere school. Ja, hield ik eens een keer niet uit. Ik rammelde er door elkaar. Ik zei, hou je niet van mama? Ze zei, zeur niet zo. Dat zei ze. Met alle mensen ging ze losjes om. Alleen haar eigen moeder liet ze links liggen. Als we in een kring stonden te praten. Als we een spelletje deden, sloeg ze mij over. 'S morgens aan het ontbijt. Niks zeggen. Geen, helemaal niet boos. Nee, gewoon niks zeggen. Sterk karakter. Oh, ik had me zo verheugd op een eigen dochter. Dat je ze ook kunnen helpen en steunen. En raad geven als dat nodig was. En dat ze altijd op jou zou kunnen terugvallen. Niets van die naart, hoor. Nooit. Ik dacht, ik ben misschien niet genoeg thuis. Ik had in die tijd een kleine modezaak. Die liep heel goed. Die heb ik zo verkocht. Zo, ik dacht, 's middags thuis zijn. Samen een kopje thee drinken. Vragen hoe het geweest is op school. Dan zei ze niks. Helemaal niks. Ze bleef me negeren. Hier. Ja. Ze leerde goed. Ja, oh, ze had vriendinnetjes. Ja, en toen ze op de middelbare school kwam, hoopte ik natuurlijk dat ze vriendjes zou krijgen. En dat ik dan via dat vriendje contact met haar zou kunnen maken. En ze kreeg een vriendje. Ja. Maar er veranderde niks. Ze kwamen amper thuis. En je man? Ah, mijn man. Ja, die kon redelijk goed met haar opschieten. Die bleef zo nuchter. Vond mij zo overdreven. Wel, ons huwelijk was verre van ideaal, hoor. Daardoor. Hopeloos. Ik ben lief tegen haar geweest. Cool. Ik heb haar genegeerd. Ik heb haar uitgescholden. Ik heb alles geprobeerd. Ik ben geen stap dichterbij gekomen.
Nou, en toen ze 18 was, ontmoette ze een Amerikaan die hier zomers met vakantie was. En dat werd de grote liefde. Zo groot dat ze wilde trouwen. Ja, ik stond in een pan te roeren. Kwam ze de keuken binnen. Mama, ik moet je wat zeggen. Zo, dat gebeurt niet vaak. Ze zei, ik ga emigreren. Dat zei ze. Emigreren. Ik dacht, nee. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat kan niet. Emigreren, nee. God, als alles goed tussen ons geweest was, dan kan je daarmee leven. Maar nu, een huwelijk wat kapot is, een kind wat nooit voor je heeft willen bestaan. En dan emigreren. Nou, ik besloot om het er moeilijk te maken. Hoe dan? Oh. Ging allemaal vervelende dingen over de jongen vertellen. Dat hij waarschijnlijk al een vrouw had in Amerika. En dat hij bij de maffia was. Nou, ja. En dat zij de vrijheid kwijt zou zijn. En dat hij een oplichter was. En ze haalde zo de schouders op. Ze was vast besloten. Dus dan moest je je bij neerleggen? Nee, toen ging ik tot de tweede fase over. Ik ging het met hem aanleggen. Aanleggen? Aanleggen, ja, ja. Intiem. Aanleggen. Wanhopige moeder is tot veel in staat. Ja, maar wat deed je dan? Oh ja, ik greep hem in zijn kruis. Nee, hè? Ja, het vroeg om een avond toen Ellie uit was. Ik schonk hem veel drank. Zette een leuk muziekje op en hopla, mama weet ook nog van wanten. En dat lukte? Wel, nee. Maar dat gaf niet. Ik dacht, hij vertelt het aan Ellie. En dan krijgt ze gloeiend die klant aan me. En dan weet ik waarom ze weggaat. En is er een reden. Hij zei het er niet. Hij vertelde het haar niet door. Hoe vind je een man die zoiets niet doorvertelt? Nou, toen heb ik die ouders in Amerika opgebeld. Ik zei, uw zoon wil met mijn dochter trouwen. Maar ik moet u waarschuwen. Mijn dochter is een slet. Ja, dat zei ik. Een slet, ja. Een slet. Ik moest nog opzoeken. dag van vertrek naderde. Hadden niks afgesproken. Ze wou zo weg. En toen heb ik haar gedwongen met me te praten. Ik zei, nou moet ik het weten. 18 jaar heb ik gewacht. Geduld gehad, gehoopt. Nou moet ik het weten. Wat mankeert er aan me? Nou, toen zei ze het. Ik hou niet van je. Ik heb nooit van je gehouden. Ik ben niet van plan te doen alsof. Ik geef niks om je. Je bent aardig. Maar ik hou niet van je. Ik hou niet van je. Afgelopen. Dag, vaarwel, weg was mijn dochter. Ik had ook geen adres. Mijn man kreeg naderhand een adres, heeft hij mij niet doorgegeven. Hij had gehoord dat ik met die ouders had getelefoneerd, dat ik met die jongen had aangepapt. Hij wou scheiden. Tuurlijk, tuurlijk, hebben we ook gedaan. 5 jaar ben ik alleen geweest. Geen man, geen dochter. Ging natuurlijk zwalken, ging een beetje drinken. En na een paar jaar ben ik hier helemaal aan deze kant van de stad gaan wonen. En dan kwam ik Otto tegen. En die weet van niks? Nee, laat ik mezelf besparen. Ik dacht, hoe ik het ook vertel, ik zal altijd een verliezer zijn. Ik ben een door en door ontaarde moeder. God, ik ben zo opgelucht dat ik het jou verteld heb. Dat had je veel eerder moeten doen. Ja. En je moet het ook aan Otto zeggen. Ja, dat doe ik ook binnenkort. Ja. En al die tijd heb je niks van haar gehoord? Nee, niks. Geen brief, geen telefoontje, niks. 30 jaar leegte. Ik ben misschien al overgrootmoeder. Nou, onbegrijpelijk. Ja. Nou. Nou weet je alles. Nou, jij weer. Nee. Nee, of stoppen. Nee. Nee, nee, laten we het afmaken. Nou, of iets anders drinken. Iets sterkers. Ja. Dat hebben we wel verdiend. Ja. Sinds die gebeurtenis ben ik eigenlijk altijd op zoek geweest naar... Naar wat eigenlijk? God,
Ik ben blij dat wij elkaar kennen. Nou, wat wil jij drinken? Ah, ik zou zeggen een dubbele wodka, als jij... Ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal ontdekt heb. Ai. Nou, wij ontdekken ook heel veel. Wat ook. Wat kijk je raar? Ja, ik moet je wat zeggen. Nee, forceer het nou niet. Ik heb nu even geen tijd. Otto, ik heb een dochter. Ja, rustig maar. Die absoluut niet van mij gehouden heeft. Nou, dat wist je niet. Nee, dat wist je toch niet? Schat, ik heb bij de BVD gewerkt. Denk je dan ook voor mij geheimen te kunnen bewaren? Dat vind ik dan toch zo aandoenlijk voor Fanny. Ik heb de grootste zaken opgelost en jij zou voor mij verborgen kunnen houden dat je een ondankbare dochter hebt. Je hebt de derde wereldoorlog kunnen voorkomen door een gesprek af te luisteren tussen Khrushchev en Eisenhower en daartussen te komen met: heren, waar zijn we mee bezig? Oh ja? Ja! Khrushchev had in de Verenigde Naties met zijn schoen op tafel geslagen. En daar was Eisenhower zo boos over dat hij de oorlog wilde beginnen. Nou, dat telefoongesprek, die aankondiging hoorde ik. Nou, door mijn opmerking heb ik ze weer wat dichter bij elkaar kunnen brengen. Heren, waar zijn we mee bezig? En dan zal ik dit niet weten. Natuurlijk weet ik dat. Had jij mij wel eens kunnen vertellen? Ik weet alles. Ja, ja. Zeg, zullen we nu maar stoppen? Dadelijk komen Jurgen en Jenneke thuis en dan kunnen we toch niet doorgaan. Nee. Laten we doorgaan. Het belangrijkste moet nog komen. Nee, de gruwelijke moord van de dochter op de moeder. Volgens mij ben jij agressiever dan jij in de scènes doet. Ach. Ja, kom, laten we de strandscène afmaken. Kom. Wat hou jij toch vol? Ja, kom, even alles op alles zetten. Probeer het boven te halen. Kom. Het is echt lachwekkend wat jullie doen, hoor. Jij hebt geen gevoel. Alle moeders en dochters hebben problemen. Mijn moeder helemaal niet. Die kropte nooit iets op. Nee, nou, wij wel. Maar ik wil het gewoon weten, Otto. Ik wil weten, ja, wat er aan de dood van mama vooraf ging. Ik wil dat gat in mijn geheugen dichten. Al ben ik nog zo schuldig. Ik moet het weten. Zij die te veel willen weten, zij zullen alles vergeten. Ik moet het opnieuw beleven. En je zei er straks dat er eigenlijk een man bij was. Ja, vaak herinner ik me dat er een soort kelner was. Nou, Otto, dan doe jij toch mee. Ha, dan ben jij de kelner. Ga jij daar staan. Ik wil het niet verstoren, hoor, maar het is echt krankzinnig wat jullie doen. Moet je leven lang mensen afluisteren? Dat is zeker niet krankzinnig. Dit heeft zin. Nou, waar hadden we het over? Over Jurgen. Ja. Oh, wat goed zeg. Wat goed dat jij je zo bezorgd maakt over Jurgen zijn verkoudheid. Nee, maar ik maak me juist geen zorgen over hem. Oh, nou moeten we het daar niet over hebben. Wat willen de dames drinken? Zaten we op een terras? Nee, we zaten op die duintop. Ja, maar er komt er toch geen kelder voor, hè? Nee, dat is waar. Maar toch herinner ik me een man in een witte jas of een wit schort. Geen kelner. Nee, maar dat was wel een man. Maar wat voor een soort man dan? Ja, ik weet het niet. Een wat vreemde man in een witte jas. Stil is het hier, hè? Inderdaad. U kijkt ook zeer broeierig uit uw ogen. Ja, ik ben ook erg broeierig. En het wordt steeds erger. Het is ook zo'n zwoele avond, vindt u niet? Nee, het is helder en fris, niet zwoel. Nee, en de wind is gaan liggen. Het is een zwoele avond. En ik ben maar wat blij dat u hier beiden op deze duintop zit. Want als je alleen bent op een zwoele, broeierige avond, dan weet je gewoon niet waar je het zoeken moet. Nee, toe nou. Nee, niet doen. Nee, niet. Dat deed hij niet. Niet flauw doen. Oh, wat een heerlijke sfeer. Ja. Ben jij niet moe? Nou, van zo'n hele dag door de duinen shoppen. Oh, nee hoor. Nee, ik geniet. Stil is het nu, hè? Een schip.
Ziet u dat, dames? Nou, dat lijkt me een schip. Ik heb eigenlijk niet veel tijd voor jou gehad, hè? Nou ja, we maken allemaal fouten. Hoor. Mijn moeder maakte fouten en ik maakte fouten. En jij zal ook wel fouten maken. Wat voor fouten heb ik eigenlijk gemaakt? Nee, laten we het daar nog niet over hebben. Jawel, jawel, dat ik niet veel tijd voor je had. Maar wat nou verder? Nee, laat maar. Nee, nee, dit is het goede moment. Het is rustig. Zeg het. Nou goed. Dat jij mij nooit zelfvertrouwen gegeven hebt. Ik heb ten aanzien van jou... En later ten aanzien van anderen altijd het idee gehad dat ik niks waard was. Nou ja, wat doet het ertoe? Nou, kijk, je wordt als zelfstandig mens geboren. En één krijgt meer zelfvertrouwen mee dan de ander. Dan moet je mij niet over aanvallen. Ja, maar ik maakte altijd fouten, mama. Ik maakte alleen fouten in jouw ogen. God, als jij fouten maakt, dan kan ik toch niks aan doen. Maar ik maakte altijd alleen maar in jouw ogen fouten. Oh, God, ik heb het weer gedaan, hoor. Altijd heb ik het gedaan. Dan ben ik zo oud en dan heb ik het nog altijd weer gedaan. Ja, maar jij vraagt naar jouw fouten en die probeer ik aan te geven. Oh, ik vraag ernaar, ja, maar jij laat het je geen twee keer vragen. En jij hakt meteen zo door. Dat deed je als kind ook, al ik had gehoopt dat je daar eens overheen zou groeien. En nou heb ik godverdomme genoeg van die beschuldigingen. Nou moet het maar eens afgelopen zijn. Ik accepteer dat niet meer. Dat geïnsinueer. Let je wel goed op Jurgen. Zorg je wel goed voor Bob. Schrijf je niet te veel artikelen en dan heb je dan nog wel tijd voor je gezin. Let je niet te veel op jezelf. En volgens Bob verwaarloos je het huishouden. En vroeger was je ook niet zo netjes. God, steek je neus eens in andere zaken. Intriganten! En jouw moeder... Nee! Ze ging door en ze probeerde op mijn gevoel te werken. God, nee, zeg, als ik dat maar kan. Nou, zo erg als nu heb je het nog nooit gemaakt. Hè, ik ben helemaal niet zo sterk. Je moet me niet zo aanvallen, hoor. Dat heb ik niet aan je verdiend. Wat nou verder? Hè? Wat doen? Het was heel lang stil. Toen begon ze te huilen. Ja, ze begon te huilen. En ze ging vertellen dat zij het allemaal beter had willen doen dan haar moeder. Maar dat het er niet gelukt was. God, en ik kreeg meteen spijt van mijn aanval. Ja, spijt dat ik me niet in had kunnen houden. En ik zei, God, ik hou toch ook van jou? En ze schrok. Verdomd, ze schrok. Ja, en toen keek ze voor zich uit. En ze glimlachte. En... Huh? God, nee. Toen nou, dat kan ik er niet bij hebben, hoor. Nee, wacht. Ja, ze glimlachte. Oh, en we konden geen van tweeën een woord uitbrengen. Ik wou mijn arm om erheen slaan. Ja, en dat tegen me aandrukken. En alles in één klap goedmaken. Het verleden en de toekomst. Ja, maar ik deed het niet. Nou, en toen... Ja, we hoorden schreeuwen. Huh? We hoorden schreeuwen. Beneden, op het strand, hoorden we schreeuwen. Ja, en we gingen er naartoe. En het was een oude vrouw en de strandtas was gestolen. Nou, en wij gingen bij haar zitten en er was verder niemand. God, hoe zag ze eruit? Ja, ze had een strakke leren broek aan, tamelijk ordinair. Laat mijn moeder er buiten, hè? Oh, nee, sorry hoor. Nee, maar die oude vrouw die begon me te kreunen en te klagen. Nou, Otto, doe jij even die vrouw. Kom, ga. Wat moeilijk. Een vrouw. Ach, mevrouw. Ach, wat is er op het strand met u gebeurd? Nou, ik doe mijn moeder maar. Wat een getijzem, hè?
om een oudere vrouw van haar laatste geld te beroven. Ja. Ik ben wat dat er gaat heel spontaan. Als ik die kerel in mijn poten krijg, dan sla ik hem tot moes. Ja. Ik ben nu 92, maar ze geven me altijd 84. Dat komt omdat ik nog zo sterk ben, hè. En ook omdat ik me nog zo goed weet te kleden. Hoe vindt u mijn leden? Oh, u kunt het halen. Ja, ik heb een jongere vriend die er mij 's morgens altijd in eist. Ja. Nee, ik weet het. Ze krijgen ruzie over het uitzicht. Is dat uw dochter? Inderdaad. Ja, u heeft dezelfde blik in de ogen. Je hoort wel eens van moeders en dochters die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, hè? Die elkaar maar dingen blijven verwijten, terwijl het echte leven aan hun voorbij gaat. Ik heb een zoon, maar die doet dat niet. Die draagt mij op handen. Hij werkt bij de BVD. Dat zegt hij tenminste, want je kunt de jeugd van vandaag de dag ook niet geheel vertrouwen, hè? Maar waarom zou die er niet werken? Hij is een fantast, mijn zoon. Hij weet niet wat waar is en wat niet. Werkelijkheid en fantasie, zegt hij wel eens. Waar ligt de grens? Leuke schoenen hebt u aan, wat moet ik nog verder zeggen? Nee, doorgaan, op dat uitzicht. Mama vond dat uitzicht mooi en die oude vrouw niet. Nee. Oh, zo ver als je nu kunt kijken, dat gebeurt niet vaak. Nou, ik heb in mijn leven wel mooiere dingen gezien. Maar goed. Ja, nee, het werd ruzie en ik wilde weg, maar de ruzie werd steeds heviger. Oh, wat een mooi uitzicht. Had u daar geen oog voor? Het is aardig, maar zeker niet meer dan dat. De spoorbomen, Ingrid. Ik moet naar de spoorbomen. Nee, doorgaan en afvoeren. Alleen maar over dat uitzicht. Ja, ik ga geen dingen zeggen die ik niet zie. En ik ga het niet mooier maken dan het al is. Ik hou ook meer van bergen. Geef mij maar bergen. Ja, lekker een grote, sterke bergen. Huh? Dat kan voor mij zijn, Ingrid. Ja, hallo? Kom maar met mij. Oh, dag lieverd. Kan ik je zo even terugbellen, want ik ben nu bezig. Ik probeer de hele tijd al te bereiken, maar het valt steeds in gesprek. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar ik bel je zo terug. Waar ben je eigenlijk? Mama, ik zit in een telefooncel. Ik wil alleen maar vragen. Nee. Nou, wacht dan even. Ik ben zo klaar. Oh, doe mevrouw, schijt toch uit. Laat u mij toch met rust. Ik laat u niet los. En ik laat me niet op stak jagen. Nog door het stelende rapalje. Nog door het pratende gespuis. Ja. Ik herinner het me. Ik probeerde ze te kalmeren. Maar ze konden niet meer stoppen. En ik zei nog, rustig mama, rustig. Maar mama beet zich erin vast. Oh, wat een prachtig uitzicht. Daar. Ik laat me niet voorschrijven wat mooi of lelijk is. Ik hou niet van branding. En ik hou niet van die primitieve golfjes. En dan die smerige scheepjes in de verte. Oh, kiets. Het is alleen maar allemaal kiets, mevrouw. Het is een prettig vergezicht daar. En ik ben voor de zuivere waarheid. Het is een prettig vergezicht. Ingrid, zeg jij nou ook eens wat? Oh, wat is het een prettig vergezicht. Ja, het is een bijzonder prettig vergezicht. En kom nou mee. Leugens. Nee, dat. Ja, nee, dat. Dat was. Ja, dat was het. Dat was het. En ze viel achterover en mama was dood. Wat een bijzonder prettig vergezicht. En na die zin? Ja, dat was de zin. Uw moeder doet zo raar. Werd bang en die begon mij te beschuldigen. Het is jouw schuld, zei ze. Jouw moeder schrok van jou. Jij hebt het gedaan. Jij hebt je moeder vermoord. Oh, jij hebt je moeder vermoord. Ai. Wat nou? Nou, jullie komen er wel uit, hè? Ik moet dit even afwikkelen. Ja. En die vrouw strompelde weg. Ja, en ik had mijn moeder vermoord. Maar Ingrid, je hebt jezelf niets te verwijten. Je hebt jezelf niets te verwijten. Oh god, ik ben uitgeput. Oh. Ja, maar zo was het. Ja. En daar heb ik al die jaren mee gezeten. Oh god. Oh, wat zonde. Nou ja. Nou is alles opgelost. Ja. Nou, is alles opgelost? Ik weet het niet. Oh, de telefoon. Jurgen.
Liever, niks aan te doen. Ik dacht dat er ik weet niet wat zou gebeuren op dat strand. Ja, ik ook. Oh, ik ook. Ik had er een totaal andere voorstelling van. Nee, maar jij lijkt wel teleurgesteld. Ja, ook omdat alles nou ineens afgelopen is. We hoeven geen moeder en dochter meer te spelen. Ik word steeds warmer. Anderen kunnen de spoorbomen nu niet meer bedienen. Kijk, Ingrid. Als ik straks deze draden tegen elkaar aandoe, gaan de spoorbomen naar beneden. Ja, maar dat is al heel wat. Ja. Nee, weet je, ik zag er zo tegenop om dit te doen. En nou... Maar we kunnen toch net doen? Of het zijn? Of ben je blij dat je van me af bent? Oh, je hebt gelijk. We hoeven niet te stoppen. Nee. Niet spelen, maar het zijn. Ik laat mijn dochter toch geen tweede keer ontsnappen. De liefde. En niet de natuur bepaalt wie moeder en dochter is. Kijk. Nou. Straks, na het 10:30 journaal, om 10:50 om precies te zijn, praat de man die dit stuk voor haar schreef met Mary Dresselhuis.